Zoekmachine marketing is best wel een uitgebreid vakgebied. Bij mij op kantoor ligt een heel mooi boek en dat gaat alleen over zoekmachine optimalisatie en dat is 998 bladzijden dik. Ik kan jullie dus helaas niet alles vertellen vandaag. Maar ik kan jullie wel vertellen wat de essentie is en waar je naar moet kijken en waar je op moet sturen om te begrijpen wat je eigenlijk moet doen. Het eerste wat ik jullie wil vertellen is dat zoekmachine marketing bestaat uit zoekmachine adverteren en zoekmachine optimalisatie bij elkaar. Een zoekmachine adverteren is voornamelijk in Google. Google is de grootste search engine in Nederland met 96% van de markt of zoiets dergelijks. En dat heet het Google AdWords. En zoekmachine optimalisatie is SEO, zowel technisch, content als linkbuilding. Kom ik later allemaal nog verder op terug. Waar gaan we het vandaag over hebben? We gaan kijken hoe we de conversie van de webshop kunnen optimaliseren, maar helemaal terug vanuit de keywords. Want dat is echt waar mijn vakgebied over draait. En dat is ook waar jullie webshop het meeste aan heeft, om daar goed naar te kijken. Ik heb al jullie websites bekeken, dus ik weet ook echt wel dat dit hetgeen is wat bijna iedereen van jullie nog moet horen. Ik heb 4 webshops gezien dat ik dacht, nou, ziet er goed uit. En de rest denk ik allemaal van, nou, die moeten nog een klein beetje vooruit, jongens! Het gaat dus over optimale keywords, optimale title tags, optimale meta descriptions, het belang van de landingspage. En daarna heb ik nog een mooie review van een hele aantal van de webshops die ik bekeken heb. Ik ben Wouter Blom, ik ben eigenaar van Stramark. Stramark is een zoekmachine marketingbureau, echt gespecialiseerd daarin. We werken voor kleine en grote merken. We zijn Google partner, we zijn op dit moment met 7 man, we zijn op zoek naar nummer 8. En feel free om me te volgen op Twitter. Het is over het algemeen wel een beetje mijn hoek, de nerdstuff, zeg maar. Maar over het algemeen ook wel vrij goed begrijpbaar voor de meeste mensen die zelf een webshop hebben, zelf een website hebben, zelf bezig zijn met online marketing, zoals ik gezien heb van jullie. Wat wij doen, we hebben allemaal een specialisme, of SEO of CA. En daarbovenop, omdat je ervaring op doet en meer weet, hebben ze dan altijd nog een tweede specialisme, iets tweede waar ze iets mee bezighouden. Maar we zijn echt de specialisten op dit gebied. Dat betekent dat we de hele dag alleen maar daarmee bezig zijn. We werken voor grote en kleine merken, dus ook voor bedrijven zoals die van jullie. Als je een beetje omzet maakt, dan kan je al onze hulp gebruiken en dan kan je al vooruit daarmee. Om toch een klein beetje theoretisch kader aan het geheel te geven, heb ik deze graph meegenomen. Dit is de graph waar Google de meeste van hun marketingverhalen op plot, zeker als ze het een beetje eenvoudig proberen te vertellen. Wat ze eigenlijk zeggen, er zijn 4 fases in een aankoopbeslissing, in het moment dat iemand de beslissing gaat nemen. Dat is de awareness fase, de consideration, evaluation fase, de purchase fase en de advocacy fase. Dus dat is 1, 2, 3, 4. En zij noemen dat dan see, think, do, care. En dat is daadwerkelijk in verschillende fases zet je verschillende middelen in. En wat je heel duidelijk ziet in awareness. Awareness betekent iemand weet nog niet dat hij een nieuw horloge nodig heeft. Maar je gaat hem proberen te prikkelen om te zorgen dat hij een nieuw horloge koopt. En als je een nieuw product op de markt brengt waar niemand nog wat van weet, dan moet je altijd in deze fase enorm investeren. En dat is meestal niet de makkelijkste manier om als kleine webshop, om het dan eventjes zo te maken, te starten. Het is makkelijker als een klant al weet van, hey, ik wil eigenlijk een nieuw horloge hebben. Of ik wil een nieuwe auto hebben. Of ik wil een nieuwe bril hebben. En in die fase, in de consideration fase, dan komt search ook steeds meer, wordt steeds belangrijker. Hier zie je search eigenlijk vrijwel niet, helemaal niet. En search komt belangrijk op het moment dat iemand denkt, goh, wat kost een nieuw horloge eigenlijk? Of wat kost een brijlhorloge? Of wat kost, of hoe ziet dat eruit? Of is er ook een mooi horloge wat ik kan aansluiten met mijn Bluetooth? Dat is een beetje zo van, hij loopt met een idee rond en dat gaat hij dan doen. Dan kan je nog steeds wel ondersteunen met andere middelen. E-mail, op het moment dat je iemand zijn e-mailadres hebt en je stuurt hem precies op dat moment een e-mailtje. Dan kan je die persoon eigenlijk wel overhalen van, oh ja, ik was eigenlijk op zoek naar een horloge. En ik krijg nu een hele mooie e-mail van een heel mooi merk. Goh, hey, misschien wel leuk. En dan kijkt hij en dan kan het zijn dat hij overgaat tot koop. Daar ga ik het voornamelijk eigenlijk niet over hebben. Ik ga het voornamelijk hebben over de searchfase. Dus iemand heeft iets, zoekt iets, is met iets bezig, heeft een intentie. Die mensen zijn redelijk makkelijk en ook redelijk goedkoop te bereiken en te vangen. En ook voor een kleine gespecialiseerde webshop is dat een bereikbaar doel. Dus ook voor de webshops die ik bij jullie heb gezien.
Er zijn heel veel factoren die belangrijk zijn om hoog in Google te komen. En dit zijn er, dit is een lijst, ik geloof 60 verschillende hoofdthema's. En binnen die thema's zijn allemaal nog weer individuele thema's. En die hebben allemaal verschillende hoeveelheid aan belang. En als je die allemaal weet en allemaal rekening mee houdt, dan heb je mijn vak, zeg maar. En voor een webshop is het niet altijd nodig om het allemaal te weten. Maar een heleboel dingen kom je wel tegen op het moment dat je bezig bent. Wanneer je denkt, hey, dit ziet er wel goed uit, dit ziet er niet goed uit, hier ben ik wel goed bezig, dit werkt wel en dit werkt niet. Helaas kan ik dit dus niet met jullie doornemen allemaal. Dat is net even iets te veel werk. Dit is nog even een andere graph. Wat ik, dit zijn dus 9 verschillende thema's rondom goed gevonden worden in Google. Hoog in Google komen, onbetaald hoog in Google komen. En daarvan ga ik de meest belangrijke, dat is namelijk deze. Dus page level, keyword agnostic feature of content basic features. De page level, agnostic features. De domain level, keyword usage en domain level, agnostic features. Ga ik met jullie doornemen. Dus van die 9 items ga ik 4 met jullie doen. Op verschillende niveaus. Maar ik leg het uit alsof het 1 ding is. Zodat het zo duidelijk en helder en hands-on mogelijk is voor jullie. Het gaat over converterende keywords. Een keyword wat converteert, heeft een bepaalde eigenschap. En het begint eigenlijk dat een klant zoekt naar je. Die zoekt naar hetgeen wat jij te bieden hebt. Meestal niet als organisatie, want organisaties, dat is meestal niet waar een klant heel erg naar op zoek is. Iemand zoekt naar iets wat jij aanbiedt. Of het nou een product is of een dienst is. We zijn hier vandaag voor webshops, dus ik zal voornamelijk over producten praten. Maar het geldt even zo goed voor diensten. Maar een klant die heeft iets. Die heeft een pijn, die wil iets, die wil iets bereiken, die wil iets kopen, die wil iets hebben. En om dat product te gaan vinden, en hij is online, gaat hij een keyword gebruiken om dat daadwerkelijk te vinden. Dat doet hij. Basisfout, jongens. Daarvoor gebruiken ze keywords, dus ze tikken iets in. Dat is ook wat jij zelf iedere dag doet. En aangezien wij het allemaal iedere dag doen, zou je verwachten dat wij er allemaal best wel goed in zijn om te bepalen welk keyword je op gevonden wil worden. Dat blijkt wel lastig. Dat blijkt lastiger dan je zou denken in eerste instantie. En de vraag die iedereen bij jullie zich mag stellen is, wat zijn de keywords voor jouw business? Wat zijn de converterende keywords voor jouw business? Ja, als mensen op jouw naam zoeken, dan zijn ze op zoek naar jou, dan is prima. Maar je bent op zoek naar de keywords die horen bij de producten en diensten die jij levert. Dat ze daar op zoek zijn. En eigenlijk ook dat wat jou ook heel bijzonder maakt. Want iedereen kan wel een brailhorloge verkopen. Maar als jij een brailhorloge verkoopt in een bijzondere verpakking of van een bijzondere uitgave of van een vintage jaar. Dat maakt jou bijzonder en dat geeft jou dan een uniek plekje op internet. En dat geeft jou dus de kans om daadwerkelijk wat te verkopen op dat moment. Wat is het proces? Een potentiële klant zoekt op een keyword. Die zien resultaten, zoals je ziet. Er zijn er echt een hele lijst met 20. En klanten klikken op het resultaat wat hen het meeste bevalt. En dat klinkt heel mooi. En dus als het er mooi en aantrekkelijk uitziet of de juiste tekst in staat, dat helpt om het te doen. Om aantrekkelijk te zijn voor een klant. Maar het is ook wel een beetje plat. De meeste mensen klikken gewoon op het eerste resultaat. Of het betaald is of niet betaald is. Dat maakt bijna niet eens uit. Ze klikken gewoon op het eerste resultaat. En als ze dan iets meer onderzoek doen, klikken ze misschien de tweede, misschien de derde aan. Dus de eerste 6 resultaten, 3 betaald en 3 onbetaald. Die worden aangeklikt en verder is de wedstrijd eigenlijk wel gelopen. Dus als je nog binnen die 6 resultaten iets bijzonders te vertellen hebt. Bijvoorbeeld voor de dames 30% korting. Vrouwen vinden dat gewoon leuk, blijven dat leuk vinden, blijven erop klikken. Echt tot het vervelende naartoe. Misschien nog straks wat over vertellen. Hetgeen wat zo iemand zoekt, iemand wat iemand verwacht, dat moet je laten terugkomen. Dus vandaag besteld, dus morgen geleverd, is een hele populaire in webshops. En moet je dan ook wel waar kunnen maken. Maar het is ook echt wel wat mensen verwachten. Weet je wel, Coolblue is binnen dezelfde dag geleverd. Nou, als je dat mag opschrijven en je kan het ook waarmaken, dan is het fantastisch. Want iedereen wil dat. Iedereen is een beetje hebberig. Iedereen heeft geld uitgegeven. En dan willen ze gelijk die satisfaction hebben. En soms zijn ze bereid om daar extra voor te betalen. De enige manier om een goed keyword te hebben en een goede marketingboodschap en dan daadwerkelijk het te laten converteren, betekent dat die pagina ook daadwerkelijk, die pagina van jouw website, weer aansluit bij wat hetgeen wat is wat die mensen zoeken. Dus, nogmaals.
Keywords zijn de woorden die je gebruikt als je moet uitleggen wat je gaat doen in de kroeg en maar 25 woorden kan gebruiken om uit te leggen wat je doet. En dat, ik zeur er nog een beetje over door, zeg maar. Wij vinden het allemaal hartstikke leuk om te vertellen wat we doen. En dan gaan we ons hele uitgebreide verhaal vertellen. En heel veel mensen gebruiken daar veel te veel woorden voor en wij zijn te weinig specifiek. Je moet echt die keywords gebruiken om mensen te laten begrijpen wat je doet. Als je een verhaal brengt, ja, ik help bedrijven met het beginnen van hun bedrijf en als ze net bezig zijn en KVK, zo'n soort verhaal. Nee, je helpt startups, startende bedrijven met een inschrijving bij de KVK. Weet je wel, dat is duidelijk, dat is concreet. En die concreetheid, daar moet je ook naar op zoek. Zowel voor je keywords als voor je marketingboodschap die je vertelt. En als je met iemand praat, dat is misschien wel een makkelijkere manier om te begrijpen, oké, heeft hij het ook onthouden. Dus de keer erop vragen, God, wat herinner je je nog wat ik verteld heb over mijn werk? Als je dan niks kan noemen, is je verhaal niet sterk genoeg. Het moet altijd duidelijk en simpel zijn. Het moet een goede beschrijving zijn van de product of dienst. En het wordt ook daadwerkelijk gebruikt door je doelgroep. Als je hoort een verhaal vertelt, ja, wij doen psychoanalyse voor mensen met websites. En je bent gewoon een normaal verhaal vertellen, dan denk je, wat doe je? Weet je wel, ze begrijpen het niet. Het is niet voor hun referentiekader juist. Dus daar moet je iets vertellen. Wij helpen bedrijven om betere websites te maken. Oh, dan begrijpen ze. Oh, hoe doe je dat dan? Nou, wij doen onderzoek. En dan vertel je het echte verhaal. Maar je begint heel snel. Je begint heel basic eigenlijk. Dus dat hele mooie verhaal wat je voor jezelf hebt, maak het simpel. Vertel gewoon het kort verhaal. Dat heb je ook nodig in search. Dus, wat zijn goede keywords? Wat zijn slechte keywords? Goede keywords zijn eigenlijk heel concreet en ook wel een beetje uitgebreid om specifiek te zijn, weet je wel. Bloembollen, je verkoopt bloembollen kennelijk. Bloembollen kopen, dat is hetgeen wat mensen intikken. Die mensen, als je die kan vangen, dan verkoop je daadwerkelijk bloembollen. Boeken online kopen, weet je wel, iedereen boeken, je kan in de winkel. En er zijn ook mensen die dat, zeg maar, boeken alleen is niet een goed genoeg keyword. Nee, mensen die boeken. Ja, wat boeken nou? Boeken online kopen. En dan kom je bij een boekenwinkel en dan kom je verder. En dus de slechte keywords zijn te algemeen, te breed, te groot, te weinig specifiek om een klant te helpen die op dat moment een probleem heeft. Want iemand die plant zoekt, die kan alles nog bedoelen. Die kan informatie over die plant willen hebben. Die kan hem daadwerkelijk willen kopen. Of hij wil weten hoe groot die is. Er kan al intenties, verschillende intenties achter zitten. Het is dus voor jullie de zaak om te zorgen dat je de intentie van jouw kopende bezoeker weet. En dat je die dan in zijn informatie aanbiedt. Bij jou op de website krijgt. En daar net zo lang houdt totdat hij besluit. Oh, dat is eigenlijk wel een goede winkel. Laten we dit hier maar kopen. Wat zijn die keywords? Het is altijd heel fijn om op computer bijvoorbeeld, of laptop, of iPhone gevonden te worden. En dat zijn hele mooie grote keywords. Heel veel traffic is erop. Er komen ook heel veel bezoekers op. Je bent super blij als je hoog staat, maar dat is super, super, super lastig. En de conversie, is dus het mate waarin mensen daadwerkelijk overgaan tot een aanschaf, die is heel erg laag. Iemand die op laptop zoekt, die is nog lang niet zo ver dat hij iets wil kopen. Nee, die is zelfs veel verder als die zegt laptop, HP, Pavilion kopen. Die mensen gaan kopen. Dus als je daar als webshop mee bezig bent, om dus die mensen die een specifiek product, weet je wel, die iets heel specifieks van jou willen hebben, om die te bedienen, dan zijn mensen blij. Dus nog een keer de samenvatting. Computerwinkel is een leuk keyword. Laptop kopen is eigenlijk al beter, want dat is concreet, dat is duidelijker. En dan HP Pavilion online kopen, dat als je dat op je website hebt en je komt daar omhoog, dan is de kans dat je wat verkoopt heel groot. Hier ben je aan het informeren, of ben je eigenlijk een adres aan het zoeken. Hier ben je iemand aan het informeren en daar ben je iemand wat aan het verkopen. En mijn advies aan jullie allemaal is begin met dat laatste, iets heel specifieks te verkopen aan iemand. En dan langzaam, doordat je volwassener wordt als website, weer meer omzet maakt, meer tijd hebt, je website hebt verder verbeterd, betere voorraden hebt, ga je langzaam je steeds groter gedragen en word je uiteindelijk een bol.com of iets dergelijks. Dus wat zijn de converterende keywords? Je hebt normale keywords dat mensen gewoon wel opzoeken en op jouw website komen, maar het gaat erom dat ze echt moeten converteren. Een keyword die converteert, moet je hebben die aansluit bij de verwachtingen en de behoeften van de gebruiker. En de keywords die aangeven dat de gebruiker intentie heeft om te converteren, wordt het woord kopen, bestellen, dat soort woorden.
En dus iemand die zoekt op online marketing is hartstikke leuk, want kennelijk wil je daar wat over weten. Maar eigenlijk heb je veel meer aan iemand die zoekt op een online marketingbureau in Amsterdam. Want dat is heel concreet, het is zelfs lokaal, want die zit hier dus gewoon in Amsterdam ergens. Die heeft behoefte aan online marketing en die weet ook dat hij een bureau wil hebben. Die weet dat hij geld wil gaan uitgeven. Dus daar word je veel blijer van dan hier op online marketing gevonden te worden. Bovendien, dit is hartstikke lastig, want dat wil iedereen wel. Maar daar verdien je vaak toch geld. En zeker start in de webshop, doe dat. Vervolgens, dus dit gaat dus over de keywords. Vervolgens komt zo'n klant, kijkt naar jouw resultaat. En die resultaat moet wel voldoen aan hetgeen wat die klant verwacht of wil zien. Of je moet hem eigenlijk verrassen. Nou, hoe doe je dat? Doe je door je SERP, de Search Engine Result. Dat ziet er zo uit, weten jullie allemaal. Dit is de title tag. Dit is de URL. En dit is de meta description. En die... al die drie, die kan je optimaliseren. Die kan je zo maken dat het precies vertelt wat jij wil vertellen. Precies vertelt wat er op die pagina van die pagina gaat gebeuren. Op het moment dat je dat goed doet, dan is iemand bereid om erop te klikken. En dan komt hij erop en denkt hij, oh ja, dit zocht ik. En dan klikt hij en dan zegt hij misschien zelfs wel add to cart. En dan ben je eigenlijk gelijk alweer klaar. En je moet eigenlijk al die stappen, dus de keyword naar de marketingboodschap, naar de pagina, moet je helemaal zo... in één vloeiende beweging doen. En hoe moeilijker je het maakt voor zo'n consument om die beslissing te nemen. Oh ja, dit klopt wel. Oh ja, dit klopt wel. Of hij moet alles uitzoeken of drie keer terugklikken, drie keer vooruit klikken. Hij kan het niet goed invullen. Dat is allemaal een drama. Ook het invullen van zijn adres, als de postcode niet geaccepteerd wordt, is allemaal buikpijn. En consumenten gaan gewoon weg. Als ze zijn pagina 4-5 seconden erover doet, dat is allemaal buikpijn. Dan kan je allemaal toch, ondanks dat je een mooi product hebt, kun je toch geen geld verdienen. Hier zitten limitaties aan. Deze is bijvoorbeeld 60 tot 70 tekens lang. Een L is langer, of is korter dan een W bijvoorbeeld. Daarom is het een beetje verschillend. Een URL moet zo leesbaar en zo kort mogelijk zijn. Want een consument die ziet dat. En als er een hele lange gibberish ding staat, denkt ja, dat is misschien toch niet goed. Dus het moet ook voor hem moet het geoptimaliseerd zijn. Voor Google ook. Maar voor de mens, dat is het belangrijkste. En dan de meta description heb je 155 tekens. De lengte van een smsje. En dat is hartstikke mooi. En wat ik bij heel veel van jullie websites zie, is dat jullie de merknaam hier aan de voorkant zetten. En dat is wel heel goed voor ons ego, dat de merknaam vooraan staat. Of misschien zelfs onze eigen naam ervoor aan staat. Maar die klant heeft daar op dit moment niks mee. Die heeft daar nog geen behoefte aan. Die wil alleen weten dat hij kan kopen wat hij zocht. En daarom zet je dus je merknaam zo liefst zo ver mogelijk achteraan. Het zou zelfs hier nog verder achteraan mogen. En dus probeer je dus zo snel mogelijk. Het woord waar je mensen op zoekt is dat eerste woord. Dat is hetgeen wat mensen lezen. Mensen zijn super vluchtig. Kijken misschien 0,8 seconden, 1,2 seconden. Kijken ze naar zo'n pagina en dan nemen ze al een beslissing. Dat is helemaal geen bewust proces. Dat is een onbewust proces. Dus, maak een goede pitch. Dit is wat mij betreft jullie opdracht voor thuis straks. Vertel de belangrijkste keyword eerst, zoals ik net vertelde. Het mooie is als je een gewenste actie... Want als je iemand oproept om iets te kopen of oproept om iets te bestellen of iets te doen, dan zit dat ook al een beetje in zijn hoofd. Daar kan hij straks meer over vertellen. En daarna kan je nog met een payoff komen of met een brandnaam als je dat wil. De URL maak je kort en duidelijk, zei ik al. Leg het belangrijkste reden om te klikken uit in 40 tekens. Mensen lezen slecht. Mensen lezen heel snel. En dus... hier moet je eigenlijk je boodschap al maken. Als je hier iets matigs in vertelt of nog niet tot de kern komt, dan is de consument alweer weg. Dan heeft hij dan, pakt hij al wel weer volgend resultaat, want dat is waarschijnlijk beter. En als je hem dan hier nog te pakken hebt genomen, kan je nog een extra informatie toevoegen. Maar dat is allemaal al, wordt al minder gelezen. En dan zegt nog iets wat de klant ook wil horen. En dan kan je nog een call to action erin gooien. En dat is al een beetje de ideale title tag. Dus de ideale zoekresultaat. Dus hoe ziet dat er dan concreet uit? We zijn een reisorganisatie, we bieden zeilvakanties aan en in dit geval willen we een zeilvakantie naar Griekenland verkopen. Dus wat zoekt iemand? Die tikt in zeilvakantie, Griekenland, zeilvakantie, iets in die combinatie. Vervolgens ziet hij hier gelijk bevestigd dat dit de juiste resultaat is, dat hij gelijk hierop kan klikken. Vervolgens staat hier, boek hier je zeilvakantie. Oh, kennelijk kan ik gelijk boeken. Oh, dat is wel praktisch, daar word ik wel blij van. Vervolgens geeft de URL die herbevestigt dat het inderdaad om een vakantie gaat naar Griekenland. Er is geen twijfel. Er is geen twijfel dat als hij op deze pagina komt, dat hij dan op een algemene pagina met zelfvakantie komt. Nee, hij komt op een pagina specifiek voor Griekenland. Want dat staat hier immers.
En vervolgens boek je volledig verzorgde zelfvakantie in Griekenland. Nogmaals herbevestigen. Precies vertellen wat je van die klant verwacht en wat hij daarop kan doen op die pagina. En dan, en dit is een stukje kennis, met of zonder professionele schipper. Wat is het issue met alle zelfvakanties? Het issue met zelfvakanties is altijd hetzelfde. Ga ik alleen of ga ik met schipper? Mag ik zonder schipper of mag ik zonder schipper varen? Dat weet je nooit, dat is per land verschillend, dat is altijd gezeik. Dus dat wil je weten. Je wil weten dat die antwoord op die pagina gegeven gaat worden. Dus je bent eigenlijk helemaal gerustgesteld. Je voelt je als consument, voel je je niet onzeker. Een consument is vrij onzeker online. Dit voelt allemaal, ja, wij weten allemaal wat we aan het doen zijn. Maar iedereen zit de hele tijd van, als ik het maar niet verkeerd doe, als ik het maar niet verkeerd doe in hun hoofd. Mag jij straks nog meer over vertellen. Al vanaf €799. Een soort weggeefprijs. Zij is een dure sport. Dus dit is echt zo'n yes, weet je wel, dat is goed. Zonder dat je zegt korting. Nee, iedereen die al een beetje onderzoek gedaan heeft, weet, dit is een goede prijs. Makkelijk online. Yes. Of bel voor advies. En dat zijn twee kanten, kan het zo zijn. De webshop wil eigenlijk het liefst gewoon klik, 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 klik. Nooit iemand gesproken. Hartstikke makkelijk. Dat is een hele goede reden om makkelijk online te bestellen. Aan de andere kant, op het moment dat ze zo iemand aan de lijn krijgen, dan kunnen ze hem oppakken. Dan kunnen ze met hem praten. Dan kunnen ze zeggen, nou, misschien kunt u wel een schipper doen. Dan kunt u niet een grotere boot nemen. Misschien is dat wel een goede startplaats. Dan kunt u daarheen. En dan is het opeens een volledig verzorgde reis. Dan is het 2 of 3 keer zo duur. Dat kan dus een reden zijn voor zo'n website om dat erin te zetten. En dan gelijk het telefoonnummer erachter. Sommige mensen gaan niet eens naar de website. En pakken hier gewoon het telefoonnummer en bellen gewoon op. Als je het prettig vindt dat het telefoon gaat, moet je gewoon overal je telefoonnummer neerzetten. Vervolgens, ik noem dit dus de pitch. De pitch van je bedrijf. De pitch van het product. De pitch van die pagina. En die pitch kan, en ik zeg moet, je doorvoeren in de pagina. Als je 30% korting aanbiedt in je pitch en iemand komt op de website en die herkent dan niet dat er 30% korting wordt aangeboden, dan ben je de consument wederom kwijt. Dan heb je misschien zelfs wel geld uitgegeven om hem te krijgen en dan ben je hem toch kwijt. Dus dat is zonde. Wat een mooie zin is, vandaag besteld is morgen geleverd aanbiedt, moet je dat op de website verwerken en herhalen in het salesproces. Anders dan komt het niet goed. En doe er alles aan om te voorkomen dat een consument onzeker wordt. Een consument is namelijk onzeker van zichzelf en die wil absoluut voorkomen dat hij dat doet. Dus probeer hem de hele tijd te herbevestigen van je doet het hartstikke goed, je hebt je postcode goed ingevoerd, groen vakje eroverheen. En de hele tijd alles zeggen van oké, deze reis is helemaal speciaal voor jou. Wat mij betreft spreek je consument aan in je en niet in u. Laat hem helemaal thuis voelen van dit is echt specifiek voor jou, deze pagina is helemaal fantastisch. Even kijken. Ja, ik heb een paar van jullie webshops gereviewd, jongens. Is Dastoon in de zaal? Yes. Wat we nu kunnen doen, dan kunnen jullie ook allemaal in jullie hoofd even snel doen. Want ik weet niet hoeveel tijd. Ja, ik heb nog een kwartier. Wat je dus gaat proberen te doen, is hetgeen wat ik net hier verteld heb. Dus deze template, die probeer je zo goed mogelijk over Dastoon heen te leggen. En dan denk je, oké, je begint met Dastoon als naam en dat is eigenlijk iets wat je eigenlijk niet wil. Want niemand kent Dastoon nog, ondanks dat ze veelbelovend zijn en bruisend. Maar Dastoon is geen bol.com, het is geen V&D, het is geen KLM. Dus Dastoon komt sowieso aan de achterkant. Your Shortcut to Fashion is een mooie payoff. Zegt ook wel van het is echt online, het is een mooie makkelijke manier om aan je kleding te komen. Maar het zegt eigenlijk nog niet duidelijk genoeg dat dit een mooi merk is en wat je daar eigenlijk kan doen. Het woord fashion komt al langs, maar voor mensen die eigenlijk geen tijd willen besteden aan fashion, die zegt het woord fashion nog niet heel erg. Dus zou je meer iets hebben van koop hier makkelijk je kleding of zoiets dergelijks. En dan weer in het Nederlands wat mij betreft. Dastoon is een platform waar zowel jonge als gevestigde onafhankelijke modeontwerpers de producten direct aan de klant verkopen. Koop direct je unieke. Het suggereert misschien wel wat en misschien zou iemand dan erop klikken. Maar eigenlijk is de pitch hier is misschien wel goed voor de ontwerpers, maar niet voor voor de consument. Dus de consument zou je veel meer kunnen aantriggeren door iets te roepen als bijzondere kleding van onafhankelijke modeontwerpers. Want dan vertel je weer wat je gaat doen en wat je te bieden hebt. Namelijk onafhankelijke modeontwerpers is spannend, is iets extra's. En dan land je op de pagina en dan zie je deze mooie
marketingpage. En vanuit mijn blik, zoals ik naar de wereld kijk, word ik hier niet gelukkig van. Ik heb behoefte, als ik dus niet deze tekst heb gehad, maar ik heb net gehoord gekregen dat ik waanzinnige kleding kan kopen. En om wat voor reden ook, kom ik op die pagina of op dit resultaat en ben ik geïnteresseerd en klik ik erop. Als ik dan hier kom, dan denk ik, ja, wat is dit? Wat wil ik hier nu? En misschien, als je nog niet onzeker genoeg bent over het kopen van je kleding van onafhankelijke modeontwerpers, ga je scrollen en dan komt het wel goed. Maar eigenlijk, hier moet al iets bijzonders zijn. Hier moet duidelijk zijn dat het onafhankelijke ontwerpers zijn. Hier moet duidelijk zijn dat het bij jou past. En als je zegt, ik richt me heel erg op vrouwen, dan vind ik dit een goede pagina. Want er staat een vrouw op. Weliswaar kijkt ze je niet aan, maar dit is een goede pagina, want er staat een vrouw op. Maar als man voel ik mij hier nog niet thuis. En het is wel voor mij. Helemaal bovenin, heel klein, zonder dat het heel duidelijk is. Dus ik zeg, probeer daar echt goed over na te denken wat het is wat je je consument wil voorschotelen. Natuurlijk reizen, single reizen, groepsreizen, maatwerkreizen. Oké, de keywords zitten erin. Natuurlijk reizen zou ik aan de achterkant zetten. Op pad met natuurlijk reizen, een actieve vakantie van natuurlijk reizen betekent wandelen en genieten. Boek een bijzondere trektocht of ga wandelen vanuit. Het mist nog iets. Goede poging, zullen we maar zeggen. Wat ik heel erg mis in deze hele goede poging, die zitten hier heel mooi die keywords in. Het is heel duidelijk voor een consument wat het zou zijn. Alleen het wandelen, dat is hetgeen wat jullie uniek maakt. Dus het zijn wandelvakanties, wandelreizen. En niet natuurlijk reizen, het zijn wandelreizen. En dat moet je dus schreeuwen hier werkelijk. Want iemand die op zoek is naar een wandelreis, die moet dit zien en die moet zich daar thuis voelen. En dus staat het hier natuurlijk wel. Maar zoals ik vertelde, het woord wandelen komt daar pas. Terwijl het moet hier beginnen al. En daar moet het eigenlijk ook staan. Dus ik ben op zoek naar een wandelreis. En dan land ik op deze pagina. Mag ik vragen? Ja. Staat in meervoud, reizen. Is er verschil tussen reis en reizen? Uiteindelijk wel, maar op dit moment maakt dat heel even niet uit. Een consument wil gewoon herkenning hebben. En het is miniem, uiteindelijk. Ja, ik bedoel ook de Google, hoe pakt hij het op? Voor Google probeer je het hele probleem te verwijderen door de pagina zelf beide variaties te gebruiken, zodat het niks meer uitmaakt. Maar dan kan je, als je dus heel erg pieterneukerig en zoals ik ben, dan weet je het verschil. Maar dat is iets te diep. Ik weet dat ik heel even gewacht heb met deze pagina totdat die verscheen. Maar ook de eerste pagina vertelt niet gelijk dat wandelreizenverhaal. Het staat hier wel, het staat hier keurig, hier is de wandeltocht. Maar het wandelen, daar gaat die hele website over. En dat maakt jullie product uniek. En dat moet je veel beter laten zien. En wat mij betreft mag het ook niet bewegen. Het mag wel bewegen, dan zie je twee mannen lopen. En die lopen gewoon continu op dezelfde plek. Maar liever niet bewegen. Want dit is nu 5 boodschappen en de consument die heeft daar geen tijd voor. Die wil in één keer... Die wil... Sorry? Het zijn eigenlijk actieve reizen. Oké, dan zet je actieve en wandelreizen zet je erop. Als bam, in your face. Want je bent het herbevestigen aan die consument die op jouw pagina geland is, wat jij bent. Maakt me niet uit wat jouw doelstelling is. Maar nu zie ik een reisverzekering en een annuleringsverzekering. Ja, dat mag je inderdaad. Het is wel eerlijk dat je dat zegt. Komt binnen op een andere. Ja, maar ik kom binnen op groepsreizen. En daar is niet gelijk het wandelen. Is niet de kern van de page. Are you connected? Yes. Are you connected staat vooraan? Nee, het is achteraan. Google verandert deze. Oh, yes. Beste kwaliteit HDMI-kabels en audiokabels. Vraagt iemand zich nog af waar deze website over gaat? Are you connected? Deze is wel een gunning voor jullie, denk ik. Vervolgens staat je topkwaliteit. Beste kwaliteit, topkwaliteit. Allebei eventjes voor mensen die meer met topkwaliteit hebben dan beste kwaliteit. HDMI audiokabels zonder high-end prijs. Gelijk de promise. Geen tussenhandel. Yay. 5 jaar garantie. Yay. Voor 10 uur besteld direct verzonden. Yay. Komen op de pagina. Geen tussenhandel. Beste materialen. 5 jaar garantie. Voor 10 uur besteld. En de dingen komen langs. Als consument weet je nu toch zeker dat je op de goede pagina bent. En op de goede website bent. Zelfs als je hierna nog moet zoeken naar welke connector tot welke connector je moet hebben. Je weet zeker, dit is de website waar ik het op ga vinden. Er is geen twijfel. Alle twijfel is weg.
En je ziet ook, die prijzen zie je gelijk in beeld. Dus je weet, dit kan ik kopen. Want als die prijzen er niet zouden zijn, dan zou je je nog kunnen afvragen, kan ik hier wel wat kopen? Er zit alleen informatie over kabels. Maar ook omdat je hier al vraagt beste kwaliteit en beste prijs, weet je van nou, hier staat de prijs niet bij. Maar hier kom je in ieder geval vrij snel met prijs, zonder high-end prijs. Daardoor weet je, oké, ik kan dit kopen straks. Ik was op een gegeven moment een van jullie websites en toen bleek het een blog te zijn en niet een webshop. Was ik heel teleurgesteld. Fred Mardonio. Yes, heren. Webwinkel. Ja, wel duidelijk. Maar dan weet ik nog niet wat het is. De homepage van online webwinkel Fred en Mardonio. Ja, als het een enorm bekend merk is, Dolce Gabbana-achtig, dan zou ik zeggen, oké, dit is genoeg. Maar dit is niet genoeg, jongens. Dit is niet genoeg. Volgens Landje op de pagina, marketingtechnisch, stilistisch, fantastisch. Oh, wat mooi. Maar weet ik nu gelijk wat ik hier kan kopen? Ja, decoration, interior design, lifestyle. Ja, ja. Maar als vluchtige consument die op zoek is in specifieks, dus het marketingtechnisch is het fantastisch, daar twijfel ik niet over. Maar op het moment dat je op zoek bent in iets specifieks en die mensen landen bij jullie, is dit niet de juiste pagina om te landen. Dan zou het kunnen zijn een andere pagina dat wel die behoefte voldoet, maar kijk op deze manier naar al die pagina's. En mijn behoefte is ook die voorpagina dat je iets meer aanleiding geeft om te laten zien wat het is of dat je inderdaad iets kan kopen. Unique design. Yay. Online marketing en internet services van niveau. Unique design houdt zich, oké, online marketing, internet services. Wat internet services dan tegenwoordig ook maar mogen betekenen voor een normale consument, dat weet hij waarschijnlijk niet. Unique design houdt zich bezig met het digitaliseren van bedrijven, duidelijk. We bieden zowel complete webwinkels als online marketing aan. Oké, dus complete webwinkels en online marketing. Dan zou ik bijna zeggen van, vertel dat gewoon gelijk. Wij bouwen webwinkels met alles wat erbij komt. Want dan ben je veel meer spot on, zeg maar. Sinds vanmiddag 2:00. Oké. Om jullie heel even pijn te doen. Je landt op de pagina. En dus die boodschap die je net gezien hebt. En dan land je op deze pagina. Wordt een normale consument hier gelukkig van. Iemand die op zoek is naar een website. Wordt hier gelukkig van deze pagina. Goedkoop een ESSSL certificaat. Vraagteken. Ik weet niet wat het is. Ik word er heel gelukkig van. Maar dan ben ik ongeveer met 3 mensen in deze hele ruimte die daar gelukkig van wordt. De hostnet mensen en jij en ik. Dus hier gewoon zorgen dat hier het verhaal verteld wordt. Macedonische wijnen. Ja? Wie? Jammer. Wat ik bijzonder vind en mooi vind aan deze webshop is dat het is een uniek stukje markt. Weet je, ik had nog nooit van Macedonische wijn, ik was me daar niet zo bewust van. Maar ik kan me voorstellen dat iemand zich daar bewust van is en dat hij Macedonische wijn wel wil kopen of gehoord heeft of dat wel wil hebben. Dus die zoekt daadwerkelijk daarnaar. Het breedste aanbod vindt u hier. Nou, dat is ook wat je wil, want alle wijnen staan er kennelijk op. Het breedste aanbod Macedonische wijn vindt u bij Wijnhandel Alexander. De smaak van Macedonische wijnen zit in de zon. Nou, dat is dan weer even net niet helemaal perfect, maar je wordt er wel gelukkig van. Volgens Landje op de pagina, duidelijk, die wijnen kan je kopen. Stukje informatie erboven. Wow. Echte webshop. Fairmarkt. Yes. Webshop voor eerlijke en duurzame producten. Straightforward. Tuitertek is een webshop voor eerlijke en duurzame producten. Nu is het dubbel. Hè? Dit is bijna exact dezelfde als daar staat. Dus je zou kunnen kijken of je iets creatiever in kan zijn. Wij verkopen teakbedden, kasten, diemladenkasten en houten. Een beetje te kort. Of mensen ietsje langer aan shapen. En deze pagina landde ik op. En andere variaties vind ik beter. Een van de andere sliders staat gelijk van duurzaam, verantwoord. Daar is toch een beetje, als dat je kern is, dan moet je dat wat langer volhouden. Want hier staat het ook wel, dus ontdek hoe je het verschil kan maken. Maar dat is 2 stappen verder en de consument heeft haast. En, ja, een ander beeld gebruiken om gelijk die duurzaamheid te vertalen ofzo, ik weet niet. Wheel of Smart Shopping. Dit is een typisch geval van een website die nog niet helemaal niks aan gedaan heeft. Of een website die, waar de CMS niet geschikt is. Omdat hij neemt dus de menu neemt hij over van de pagina.
En als je dit als consument ziet, dan ben je eigenlijk al niet gemotiveerd om op te klikken. Zitten we in de zaal? Dit is dan de pagina waar, een pagina waar je op kan landen. Outfits. Ik heb heel erg behoefte om tegen iets te zeggen. Zet alsjeblieft die prijs iets groter, zodat het duidelijk is dat het een shop is. Het staat hier wel, ik weet het. Maar... View more? Nee. Buy here, add to cart, in de winkelwagen. Zoiets. Is dat inspired in plaats van inspired? Ja, ik geloof dat ik ook wat... Waar staat het? In Pirates, ja. Dus dat een consument is dus, nu is deze meneer ziet het dan gelijk, maar een consument voelt dat ook gelijk. Ja, ik zie nog veel meer eigenlijk. We proberen elkaar een beetje lief voor elkaar te zijn, hè? Oh, het Turks wijnhuis? Niet? Niemand in de zaal? Oké, ik vond het eigenlijk ook wel leuk, net zoals de Macedonische wijn. Je komt binnen ook, dit is niet heel fantastisch. Maar je komt binnen, het is heel duidelijk, wij zijn een Turks wijnhuis, staat hier boven en je koopt deze wijnen. Gewoon, ja, het is een beetje plat, ik weet het, het spijt me. De bracelets. De eerste die er niet is. Oh, dat ben ik zelf. Ik wil natuurlijk zoekmachine optimalisatie, dat vind ik een mooi woord. Maar uit mijn onderzoek, want je kan een webmaster tools, Search Console, dat is onderdeel van Google... kan je zien waar mensen op zoeken. En mensen zoeken kennelijk op SEO-optimalisatie. Wat ik schandalig vind. Want SEO, het staat voor Search Engine Optimization. Dus hier staat eigenlijk Search Engine Optimization Optimalisatie. Dat is een beetje raar. Maar ja, ik ben bereid, omdat mijn klanten dat kennelijk zoeken... om maar die tekst te laten komen. Omdat mensen daar meer op zoeken nog dan op zoekmachine optimalisatie soms. Nou, heb ik dus een hele mooie lange lijn. Zoekmachine optimalisatie zorgt voor meer websiteverkeer. Bezoekers die jouw product of dienst zoeken... Bel voor een vrijblijvende analyse. Land je op de pagina, krijg je gelijk dit herbevestigd, dat je op de juiste pagina bent. En dan wist je dat 80% van je websitebezoekers je vinden via de zoekmachines van Google. Je website of webshop optimaliseren voor zoekmachines is dus de beste manier om snel meer verkeer te genereren. Het is gelijk de hele pitch, alles wat je wil vertellen is daar. En je kan gelijk je gegevens achterlaten. Zo makkelijk mogelijk, laagdrempelig mogelijk, simpel mogelijk. De hele dag altijd hetzelfde, elke keer weer. Zijn er nog vragen? Yes. Ja, ik heb een vraag. Ik heb er tot vandaag nooit zo heel erg mee bezig gehouden. En ik zie nu weer hoe belangrijk het is. Ja, heel goed. Dankjewel. Maar stel je dit effectief in op je website? Je stelt het effectief in door te bepalen wat je keywords zijn. En dat is meestal niet één keyword, maar het zijn er een paar meer. En vervolgens die keywords daadwerkelijk te gebruiken op de pagina. Dus door daadwerkelijk die woorden te verwerken in die pagina. Als je alleen maar producten hebt, dan zet je daar toch een stukje tekst boven met iets van uitleg. Liefst wat nuttig is voor de consument. Liefst niet spammen, niet gewoon keywords neerzetten. Nee, je probeert die consument ook wat te vertellen. Deze Macedonische wijnen worden gegroeid in de Dordogne van Macedonië. Die wijnen worden meestal geoogst in oktober. En daardoor krijgen ze een unieke smaak. Kies voor de wat donkerdere als u van meer smaak houdt. Dan kies voor de lichtere als minder smaak houdt. Deze Macedonische wijnen zijn fantastisch. Of bel ons voor advies over deze Macedonische wijnen. Niet voor bel ons voor advies, daar heb je niks aan. Macedonische wijnen. En ja, maak het niet te spammerig, maar wel een beetje. Ja, ja hoor. Over de URL's, want daar zitten wij een beetje mee te zoeken. Mm-hmm. Ja. Ik zie nu dat de URL's niet heel kort zijn, maar wij hebben verkopen pretels toevallig. Dus heb je blauwe pretels, met bruin weer, zilveren clips. Dus op een gegeven moment was ik ze allemaal zo aan het specificeren om ze maar uniek te houden. Ja. Maar dan krijg je dus hele lange. Dus dat was ook weer niet goed. Dus nu heb ik ze maar bijvoorbeeld blauwe pretels, 1 of zo. En mm-hmm. 2. Met voorkomen van lange URL's bedoel ik ook voornamelijk dat je, als je een zoekresultaat hebt... Dat je niet op een gegeven moment hierachtig nog de URL's aan het bouwen bent. Maar dit is nog relatief eenvoudig. Weet je wel? Dit zijn 23 tekens. Dus je hebt er nog 23. Dus als je boven de 55 tekens gaat, dan kan je in je URL ook geen informatie meer voorzien aan jouw consument. En dat wil je eigenlijk wel.
En wat vaak een probleem is, waarom ik ook zeg gebruik hem kort, is dat ze dan, bretels, slash, en dan nogmaals bretels, en dan nogmaals shop, en dan categorie, en dan ding. En dan ben je dus aan het stapelen, en dat is allemaal informatie waar de consument eigenlijk niks aan heeft. Want dat is alleen maar voor de technici is dat belangrijk. Nee, het gaat om die consument, die staat centraal, en niet de techniek. Daarom zeg ik, maak het mooi kort, zorg dat, dat het klopt en het aansluit, en dat het ook wat betekent voor die consument. Als je bretels.nl heet, dan hoef je daarna niet nog een keer te vertellen dat het nog vijf keer te vertellen dat het bretels zijn. Misschien wel in de keurig netjes blauwe bretels C24 of zo. Fijn, doe je dat netjes. Ja? Dat een zoekmachine optimisatie in bold staat. Is dat Google? Is dat, Nee, dat komt in dit geval omdat ik op zoekmachine optimisatie gezocht heb. Ja. En dan haalt soms, maar haalt Google dan, maakt die dik gedrukt. Dus dit is ook dik gedrukt. Ja. En het is heel raar dat hij deze dan weer niet dik gedrukt maakt. Maar dat is continu in beweging. Dus Google is sowieso continu in beweging. En dat kan je meestal niet bijhouden totdat je iemand bent zoals ik. En daar moet je eigenlijk ook niet de hele dag mee bezig zijn wat Google nou weer veranderd heeft. Nee, je moet zorgen dat het klopt. Dat het klopt voor jouw consument. Dat je de keywords hebt verwerkt en dat jij zelf ook trots bent op jouw website. En heel veel websites zitten gewoon zo verschrikkelijk veel dingen mis. En die websitebouwers is echt niet altijd hun schuld. Maar gewoon 404 pagina's, pagina's die nergens heen gaan. 5 linkjes naar de algemene voorwaarden. Gewoon allemaal van die hygiëne dingen. Die je gewoon als webshop eigenaar best prima zelf kan oplossen. En kan zien, hé, dit is niet netjes, dit hoort niet zo. Ja? Hoe belangrijk is Google HTTPS? Het is een heel klein factortje. Behalve dan dat op het moment dat je een webshop hebt. En je vraagt naar adresgegevens, creditcardgegevens, dan is het opeens een issue, maar niet major nog. Maar Google brengt browsers uit en die gaan ervoor waarschuwen als er een wachtwoord of informatie wordt opgevraagd waar zij van mening van zijn dat het geheim zou moeten zijn. En dan krijg je een grote mededeling bovenin het scherm van pas op, wees voorzichtig. En dat is nog niet heel sterk in het algoritme verwerkt, maar dat is wel gewoon zo'n grote mededeling boven je website van wees voorzichtig. Dus dat moet je eigenlijk proberen te voorkomen. Dus als je een webshop hebt, ga gewoon naar HTTPS, kost 100 euro per jaar. Go for it. Of misschien wel minder als je het bij Hostnet Centraal afneemt. Vanaf 29. Vanaf 29 euro. Dus en dan kan je ze ook nog bellen om te laten helpen. Maar dus dat, sla dat vooral niet op. Sorry? Let's create. Oké, ja. Maar goed, dan kost het wel tijd en je moet het wel weten dan zelf. Terwijl als je het gewoon bij Hostnet doet, dan zijn zij er verantwoordelijk voor. En dat is helemaal prettig. Ik had nog wel een vraag. Ik zag in een andere voorbeeld dat er ook domeinnamen waren met een .com. Is dat dan is de tekst in het Nederlands. Mm-hmm. Is dat met .nl dan beter bijvoorbeeld? .nl wordt door Google uit zichzelf herkend dat je een Nederlandse website bent. En zal je daar een soort van bonus voor geven. Een .com, die moet je een beetje wijs maken dat die in Nederland is, zeg maar. Okay, dus Nederlandse teksten maken, geen Engelse teksten opzetten voorlopig. En als je dan beide hebt, dat is een multilanguage site, zeg maar, die zowel in Nederlands is als in het Engels of op de andere talen. Als je echt internationaal bezig bent, dan is het praktischer om een .com domeinnaam te nemen, als je die kans hebt. Ik heb een NL en een BE, ja? Vanwege mijn naam. Ja. En BE, die vind je niet terug. Moet je echt met veel woorden moet je in Nederland? In Nederland, ja. Ja. Maar je hebt ook voor de aardigheid. Maar je kan, zeg maar, het is ook even wel met autoriteit te maken. Dus als de Nederlandse veel aandacht heeft gehad in inkomende links, dan zie je die eerder terugkomen dan de .be, omdat die geen minder links heeft. Dus dat is dan wel eens te sterk effect. Maar Google zegt zelf dat zij .nl een voorkeur geven in Nederland. En zeker als het een lokaal product is. Kijk, als je clouddienst gaat zoeken, dan is de kans dat een .nl domeinnaam daar enorm voor bijdraagt, is niet zo heel groot. Maar goed, je zoekt met Nederlandse termen op een Nederlandse website, dan is een .nl, ja, het is gewoon net eventjes dat die paar procent. Maar je kan dat door goede teksten te maken en een nieuwe website af te maken, kan je dat allemaal prima compenseren, dat is geen enkel probleem. En geen twee talen op één pagina, hè? Dus niet in het Nederlands hier en het Engels daar, gewoon echt een aparte pagina. Liefst apart deel van je website, apart mapje. Ja. Je kan ook je voorkeursland instellen in webmaster tools, waarmee je aangeeft aan Google welk land gevonden wordt. Maar .nl kan je geen voorkeur aangeven voor België. Maar als je het toevallig om hebt... Dan kan het wel. En je kan ook een submapje aangeven waar je het wil hebben. Je hebt maar stoels een minuut apart aanmelden. Meer vragen? Volgens mij hebben we nog 2 minuten. Ja. Zijn er bepaalde onderdelen van de site dan wel minuutjes, dan wel pagina's met die H2-tekst of zoiets, die meer worden opgepakt, die meer spreken?
dan algemene tekst. Welke vraag stel je precies? Tenminste, stel je hebt een product, je zet erop van nou, ik verkoop armbandjes of zo. Mm-hmm. Maar je hebt ook je menustructuur met daarin armbandjes en andere dingen. Mm-hmm. Er is ook iets met H2 tekst, zodat je een kop kan maken. Tellen sommige zwaarder dan andere. De body tekst, dus tekst die op die pagina uniek is, mm-hmm. die stelt wel zwaarder en is unieker voor Google dan de tekst die bijvoorbeeld in de footer staat of in het menu staat. Dus een pagina waar je een bepaalde specifieke term in het menu gebruikt, die zal niet op alle pagina's waar die term gebruikt wordt scoren. Nee, de ene pagina die het meest autoritair is over dat onderwerp, die zal scoren. En probeer ook vooral niet enorme teksten in je footer en zo te verwerken. Dat zijn niet de ways to go. Dus je footer is om de consument te helpen. En daar zet je dan wat linkjes in. En misschien een heel klein stukje tekst over privacy of zo. Dat is prima. Maar je probeert niet teksten op alle pagina's te hergebruiken. Want dan wordt die tekst gediscard. Dan wordt hij gewoon als boilerplate content beschouwd. Dus dat maak gewoon zo lang mogelijk oprechte teksten en oprechte verhalen. Want op het moment dat je gaat proberen tegen de rand aan te zitten, dan moet je eigenlijk veel verder zijn om dat te doen, zeg maar. En het is ook allemaal risicovol en het is jouw business. Je wil je geld aan verdienen, dus kan je beter gewoon netjes doen. Zeg maar, want tenzij je daar je business van maakt, maar dan kom ik vooral een keer praten. Maar over het algemeen doen wij zelfs wij dat niet. Wij zijn er niet. Ik ben er voor mijn eigen website, zitten allemaal trucjes en rare dingen in. Maar voor een klant zeggen we meestal, werk gewoon aan zorgen dat het allemaal klopt en allemaal juist is en allemaal lange termijn is. Want je kan het je niet voorloven dat je opeens 3 maanden lang dit deel van je website niet werkt omdat Google heeft gezegd, ja nou ben je het spammen geweest. Dus dat kan je gewoon niet voorloven, dat is gewoon niet leuk. Het is ook niet leuk. Ik vind het wel leuk, maar voor jullie is het niet leuk. Ja? Ik kan me voorstellen dat je op de eerste zoek een hoge score in Google. Maar in je unieke woord, is het dan juist belangrijk dat er weinig scores op zijn of veel scores? Voorbeeld, kaart. Geïllustreerd, handgetekend. Handgetekend is minder score dan geïllustreerd. Welk is slim? Sorry, je gaat me net ietsjes te snel. Handgetekend is min. Maar scoren als in, wat is je score? Wat bedoel je met scoren? Is het aantal pagina's die hetzelfde hebben? Of als je kan zoekwoorden opzoeken, op de score zeg maar, is handgetekend aanzienlijk lager dan geïllustreerd. Maar op de score, en de score is de keyword planner, hebben we het daarover? Ja, AdWords, zeg maar, op het volume. Het volume, ja. Ja. Op het moment dat je op een hoog volume op plek 9 staat, doe je nog steeds niet mee. Dus je kan beter dan, als je met een wat lager volume op plek 2 staat, dan doe je wel mee. Okay, dus dan ik zou in dit geval beter handgetekend noemen, omdat het unieker is dan geïllustreerd. Ja. Ja, dat is dan het voorbeeld. En het mooie is, wat Google roept en wat alle specialisten allemaal roepen, is maak hem niet een pagina rondom één specifiek keyword, maar maak hem een pagina rondom een topic. En dat topic is dan weliswaar een keyword. Maar probeer niet allemaal individuele pagina's te maken voor 20 verschillende variaties op hetgeen wat je nu doet. Maar maak dan één goede pagina waar je zegt, het is handgetekend, het is geïllustreerd. En maak dan één pagina en kijk waar je komt. Sorry? Oké. Dat zou een bewuste keuze nu zijn. Ja. Dat zou je dan, als je het ook aan je consument kan uitleggen, dat je het bijvoorbeeld opneemt in het menu, van dit is handgeschreven en dit is geïllustreerd. En die maakt die twee variaties, je maakt twee aparte stukken tekst. Ziet er keurig uit toch dan? En dan maak je ook voorbeelden, weet je wel, die voorbeelden van die kaarten. Dit is handgeschreven, dit is die andere. En die maak je gewoon, en dan begrijpt de consument, en dan leer je die consument eigenlijk ook een bepaalde taal. Van jouw taal, van hoe jij naar die producten kijkt. En dan ziet hij dat en denkt hij, oh, dit wil ik hebben voor mijn trouwerij. En niet bij geïllustreerd. Ja. Terwijl als ik het intik, zien de cijfers er net anders uit. Dat meer mensen op geïllustreerd zoeken dan handgetekend. Ja, maar de vraag is of mensen geïllustreerd echt voor een kaart daarnaar op zoek zijn. Of dat ze eigenlijk in bredere zin naar iets op zoek zijn. En dat het toevallig daarmee lijkt alsof dat die volumes hoger zijn. Maar je moet eigenlijk het volume vinden waar jij daadwerkelijk wat op kan verkopen. En wat je kan doen is in Google AdWords die beide variaties tegen elkaar aftesten. Ja. Kijken waar de volumes zijn. En vervolgens kijken wie er ook daadwerkelijk converteert. Dat zal dus eventjes een tijd duren. En op een gegeven moment leer je van, oké, deze converteert veel beter dan die. Oké, dan ga ik dus nu ook mijn zoekmachine optimalisatie en mijn focus van mijn website ga ik daar meer op leggen. Omdat ik dat de consument veel beter wil vertellen dat het niet geïllustreerd is, maar juist handgetekend. En dat hetgeen is wat bijzonder is en daar verdien ik mijn geld aan. Alright.
Dit was de laatste vraag, jongens.